ASB, ja. Dat was heel lang niet cool. Zeker, ik ben heel lang heel boos geweest. En terecht. Ja, dat vind ik nog steeds. En ja, we hadden een... Maar dat was ook onbegrip. Hij was overwerkt en had een zware burn-out. En op dat moment dacht ik gewoon dat hij het schip verliet. Ja. Maar als je zelf een burn-out hebt, dan voelt het niet alsof je het schip verlaat. Dan voelt het alsof je je eigen leven aan het redden bent natuurlijk. Ja. Dus, maar op dat moment dat allemaal gebeurde, is natuurlijk ook inmiddels alweer heel lang geleden, kon ik dat niet zo zien. Dus ik had een ander perspectief nodig om dat te kunnen zien. En het heb, heel lang is het zuur geweest. En ik heb heel lang met de gebakken peren gezeten van die actie ook. Ja. Ik zat met een belastingschuld die ik in mijn eentje moest oplossen. En dat was niet makkelijk. Maar dat was eventjes doorbijten. Maar toen we elkaar helemaal weer spraken... Maar ook even, ook die shows moest je opeens alleen gaan doen. Ja, dat is een goede 3 jaar geweest dat ik met half werk zat. Dus je kon niet meer vragen wat een Lange Frans en Baas B show was, omdat ik in mijn eentje kon. Dus ik moest die prijs, die is eigenlijk gehalveerd. En ik ben heel lang bezig geweest om die weer terug te krijgen naar het oude niveau natuurlijk. Ja. En in die tijd moest ik ook een album maken met eigen songs. En daar heb ik ook niet willen afraffelen. Dat is dat topnotch album geweest, Levenslied. En daar stonden fantastische dingen op. Alleen dat ik had dat niet klaar het moment dat Bart en ik uit elkaar gingen. En als, ja, je het soepel, als je die transitie soepeler had moeten zijn, dan had je gewoon een eigen solo-werk al klaar gehad. Maar dat had ik dus op dat moment niet. Omdat dat niet het plan was? Was zeker niet het plan, absoluut, ja, niet. Er waren wel ideeën om alle twee solo-dingen te gaan doen. Maar de basis zou altijd zijn 1 keer in de 2 jaar een Lange Frans Baas B-album. Ja. Dus dat viel op dat moment heel veel weg. Dat is een klap geweest, maar ook een ongelofelijke prachtige leerschool. En ik heb veel mensen leren kennen en ook de aard van mensen gezien. En ook gezien wat druk kan doen met mensen en zo. Ja. Maar het is water onder de brug. Het is geweest. Ik heb het overleefd. Ik ben er nog. Ik heb mijn ziel intact. Ik heb, weet je, ik ben oké. Okay. En ik kan niet zeggen dat ik gehavend uit die strijd ben gekomen. Ik heb gewonnen van mezelf, van de situatie, van de Belastingdienst. Snap je? Ik heb gewonnen. Nou, luister, sorry. Ik wil dat gevoel ook kennen, man. Winnen van de Belastingdienst. Wacht. Niemand wint van de Belastingdienst. Ik heb dit probleem netjes met ze kunnen oplossen voordat ze... Hè? En winnen van de Belastingdienst doet niemand. Uiteindelijk, wat je ook doet, in Nederland ben je gewoon eigenlijk... Je werkt fulltime voor de Belastingdienst. Ja, want de helft van alles wat je maakt gaat naar hun. Dus ja, besef dat. True. Ja, true.